In de kelder van het Tilburgs Conservatorium repeteert het Nederlands Saxofoonkwartet voor het festival volgende week. Het wordt een feestje voor Adolf Sax, de man die een instrument wilde bouwen dat met violen en met blazers samen kon spelen. Ja, hij had heel specifiek ook een heel veelzijdig instrument in zijn hoofd. Dat dus al als een chameleon iedere keer van kleur zou kunnen verschieten ook. En Andreas speelt op een instrument dat Sax zelf misschien nog wel in handen heeft gehad. Ja, dat denk ik wel, want dit is een vroeg instrument uit atelier Sax inderdaad. Uit eind jaren 50, begin jaren 60 is dit. Kan je aanwijzen wat de kwaliteit van deze toeter is? Een toeter, zeg je? Oké. Op zulke vragen hebben muzikanten maar één antwoord. Ja, saxofoon is het vetste geluid wat er is. Ik was klein en we luisterden veel muziek thuis. En er stonden vaak cd's op van jazzmuzikanten zoals Stan Getz en Charlie Parker. Het saxofoonfestival duurt een week. Er zijn concerten, lezingen, workshops en masterclasses. Allemaal met bekende muzikanten. Het zijn helden waar je tegenop kijkt en van hoort en muziek van speelt. En nu is de kans dat je ze kan ontmoeten en ervan kan leren. Het is één groot feest. Het wordt een fantastische week. Ik verheug me er in ieder geval enorm op.